Waarom bent u altijd zo blijven strijden voor uw neef? Niet alleen voor mijn neef, voor de slachtoffers en heel Suriname. Want dit is een shock die heel Suriname heeft getroffen. Eddie was ten tijde van zijn dood in de 40, 50, dacht ik. Hij was een jurist, hij is minister van Justitie en Defensie geweest. Een coole man, een rustige man en deed zijn advocaatzaken heel goed. Een vader van 4 kinderen, 3 meisjes, een jongen. Hij is thuis opgepakt en is weggevoerd. En wat is gebeurd, ze hebben alle telefoon bij iedereen... Of ze telefoonleidingen doorgekapt, zodat men geen contact kon krijgen met de buitenwereld. We hadden geen andere keus dan op te treden en duidelijk af te rekenen met deze plannen. Ik weet dat, volgens mij in de jaren 90, 80 of zo, dat de vorige president Desi Bouterse in het leger zat en toen de decembermoord had georganiseerd. Maar voor de rest weet ik niet echt heel specifiek hoe dat is voortgegaan. Een paar jaren geleden, mijn leerkracht, haar vader, die was een van de 15 mannen die vermoord waren. Als je zeg maar, je echt erin gaat verdiepen, dan kom je er wel achter dat het best wel heftig is. Maar voor de rest, op dit moment, hou ik me daar niet zoveel mee bezig. Wat vind jij van die rechtszaak? Ik vind het oneerlijk, want als president of zo, ja, dat wil niet zeggen dat je daar niet opgesloten moet worden. Het is niet eerlijk tegenover de andere mensen, zeg maar. Ja. Dus hij moet gestraft worden, vind jij? Ja, ik vind van wel. Recht voor één, recht voor alle. Ik verwacht, nou, met alle ervaring die ik nu heb, dat hij wordt veroordeeld. Het Hof kan niet maken dat een vonnis... die al 3 maal door de krijgsraad is bevestigd, herbevestigd, aan de kant te zetten voor zulke kwalijke zaken. Gaat u vaak naar Suriname? Nee, ik ben vanaf ik hier ben niet meer geweest. Zolang hij niet achter slot en grendel zit, ga ik niet terug. Niet dat ik bang ben dat hij maar wat zal doen, want hij zal uitkijken dat er wat mee overkomt. En als hij veroordeeld wordt? Dan ben ik bereid terug te gaan, ben ik zelf van plan terug te gaan om te gaan vieren.